Hallo ballontwisters en ballontwisterinnen. Vandaag maken we een vrij griezelige ballonfiguur. Want vandaag gaan we niemand minder maken dan Jigsaw. Nu, wat hebben we allemaal nodig voor een Jigsaw ballonfiguur te maken? Enkele zwarte ballonnen. Ik weet niet hoeveel we er juist gaan nodig hebben. Ik heb deze figuur nog maar één keer gemaakt. Een paar witte ballonnen. Een rode 160 ballon. Een schaar. Een ballonpompje voor onze 160 ballonnen. Een pomp voor onze 260 ballonnen. Een rode stift en een zwarte stift. Ik heb hier een lijstje gemaakt met de stappen die ik allemaal zal volgen om deze figuur toch een beetje deftig te kunnen maken, zodat ik af en toe een speakbriefje heb. Ik heb ook kijkers op mijn YouTube-kanaal uit natuurlijk België en Nederland, maar er zijn ook kijkers uit Frankrijk, Duitsland, Engeland, een paar mensen uit Mexico, iemand uit Brazilië en zelfs een paar mensen uit de United States van de Verenigde Staten van Amerika zelf. Natuurlijk, deze mensen begrijpen helemaal niet wat ik allemaal zit te vertellen. Daarom zal ik ook proberen om alles traag te doen en stap voor stap te laten zien, zodat iedereen een beetje kan volgen. Goed, ik denk dat wij dan alles hebben gezegd. Neem je spullen erbij en laten we starten. We beginnen uiteraard met een witte ballon. Blaas deze op en laat ongeveer een 7 tot 8 vingers over aan het eind. Knoop je ballon dicht en maak hem soepel en zacht, zodat hij makkelijk te bewerken valt. Eerst maken we een dubbele pinch twist. Ziezo, dan hebben we een dubbele pinch twist. Dan maken we een bubbel van ongeveer een zestal vingertjes groot. Gevolgd door opnieuw een bubbel van een zestal vingers groot. Ziezo. Dan maken we een bubbel van ongeveer de helft, dus laten we zeggen een drie vingers groot. Gevolgd door een kleine loop. Nu steken we deze ballon door de twee grote bubbels door. Ziezo. En nu gaan we aan de andere kant hetzelfde maken als wat we hier hebben gedaan. Dus we starten met een loop, een kleine loop natuurlijk. Hopla. En uiteraard dan nog een bubbeltje dat naar beneden gaat. Ziezo. Dan hebben we ons eerste deel van ons hoofd. Als je nog veel overschot hebt, kan je dit gebruiken voor de rest van het hoofd verder te maken. Ik heb niet voldoende, dus ik knoop het dicht en ik knip het af. Ziezo, dus dit is het eerste deeltje van het hoofd. Dan nemen we een tweede ballon, knip deze ongeveer doormidden. Of iets meer, ja, ongeveer doormidden knippen. Ziezo. Dit stukje blaas je een deeltje op. Hier hebben we echt niet veel van nodig. Knoop goed dicht. Nee, nog niet dicht knopen. Laat de lucht ontsnappen tot je ongeveer een bubbel hebt, iets groter dan het hoofdje zelf. Zoiets. En dan knoop je dicht. Ziezo. Nu gaan we dat rond onze eerste bubbel doen. En we gaan dat hier tussen bevestigen. Dus ik doe dat. Ik leg de ballon rond deze ballon. Ik duw de flapjes hierdoor. Ziezo. En daar knoop ik het dicht. In het begin gaat het nergens op lijken, maar je zal merken aan het eind dat het toch een mooi geheel gaat worden.
Dan hebben we dat. De overschot mag afgesneden worden. Die hebben we uiteraard niet meer nodig. Ziezo. Dus dan hebben we dit. Het lijkt nog nergens naar, hè. Dus dan hebben we ook nog de oogjes nodig. Dan hebben we nog oogjes nodig. Ik neem de tweede stuk van de doorgeknipte ballon. Ik knoop deze eerst en al dicht. Ziezo. Ik blaas deze een beetje op. Beetje. Knopen dicht. Ik maak een bubbel van ongeveer 3 vingers groot. En hiervan maak ik een pinch twist. Ik steek mijn knoopje ook altijd er nog even extra door, zodat het zeker niet weg kan. Dan kneed ik er een beetje lucht uit naar de andere kant, dat ik eigenlijk een lang soepel stukje over heb. Ziezo. Daar maak ik dan opnieuw een bubbel van 3 vingers. En ook deze ga ik weer gaan pinch twisten. En de rest hebben we niet meer nodig. Dus dat knopen we los. Ziezo. Knopen we goed dicht. En knippen we af. Ziezo. Nu, voilà, ik kom een beetje los. Geen probleem. Nu bevestigen. Ook hier eventjes rondendoor steken, zodat het niet loskomt. Nu, deze twee balletjes, dat worden de ogen. Die gaan we hier doorsteken. Ik hoop dat jullie alles een beetje kunnen volgen op het beeld. Ziezo. Oh, hij is weer losgekomen. Nog eventjes opnieuw vastdraaien. En heb ik nu tussen steken. Ziezo. Dan hebben we eigenlijk dit resultaat. Nu, het lijkt nog nergens naar, ik weet het. Maar dat is geen probleem. Op het einde komt dat allemaal wel goed. Je ziet, het is geen makkelijke ballonfiguur. Maar oefening en volharding zijn de boodschap. Ziezo. Dit hebben we voorlopig al. Ziezo. Dit is onze voorlopige sal. Man. Ja. Zo, alles moet je op zijn plaats zetten. Ziezo, dit is het hoofdje. Nu, dit, dat is het voorhoofd. Dat springt nog een beetje achteruit. Dat is helemaal niet erg. Straks gaan we hier nog verder gaan met het haar te maken. En dan komt dit allemaal wel goed. Leg het hoofd nu even terzijde. Nu gaan we starten met het maken van de benen. Neem een zwarte ballon. En blaas deze op en laat ongeveer een 5, 6, 7 vingertjes over aan het eind. Knoop dicht, maak soepel en zacht, zodat deze makkelijk te bewerken is. We starten met een kleine loop. Gevolgd door een pinch twist. Gevolgd door een kleine bubbel. Gevolgd door een kleine loop. En gevolgd door een pinch twist.
Zo, dan hebben we de voetjes van onze jigsaw man. Voilà. Dan gaan we naar boven met ongeveer een 6 vingerbubbel. Opnieuw een pinch twist. Een 3 vingerbubbel. Opnieuw een pinch twist. Terug een 6 vingerbubbel en deze gaan we dan verbinden met onze eerste pinch twist van de eerste voet. En dan gaan we opnieuw naar boven. En deze verbinden we dan in deze pinch twist. De overschot hiervan hebben we niet meer nodig, dus knip maar los. En knoop maar dicht. Ziezo. Knip de overschot maar af. Dus dan hebben we al dit. Dan maken we de benen helemaal compleet door het nemen van nog een zwarte ballon. Knoop dicht. En deze gaan we nu verbinden waar we gestopt zijn met de 2 bubbels. In de heup zal ik maar zeggen. Een 3 vingerbubbel. Opnieuw naar beneden. Opnieuw verbinden in de pinch twist. En de rest hebben we niet meer nodig. Dus leg dat maar even terzijde. Dit kan je straks nog van pas komen. Ziezo. En dan zijn onze benen klaar van onze jigsaw. Plaats alles een beetje netjes op zijn plaats. Ziezo. Dus we hebben de benen. En we hebben het hoofd. Dan gaan we nu verder met het lichaam. Neem opnieuw een zwarte ballon. Even kijken waar we hier al zitten. Pap, 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 pap. Jawel hoor. Blaas je zwarte ballon op en laat een stukje over van 6 vingertjes. Maak 2 kleine pinch twists. Dit worden straks de handen, of de polsen beter gezegd. Nu maken we de eerste arm, maar je ziet, een arm is altijd een beetje gebogen, dus we maken een bubbel van ongeveer 6 à 7 vingers, maar we gaan deze in het midden eventjes plooien, zodat deze al een beetje krom komt te staan. Ziezo. Dan maken we opnieuw een pinch twist. Dan maken we een 4 à 5 vingerbubbels. En deze gaan we dan verbinden met onze jigsawman aan de heup. Zo, dit wordt de buitenkant van de arm, dus gaan we opnieuw naar boven. Zo, nu gaan we naar binnen. Hiervoor gebruiken we maar 1 kleine bubbel. In deze kleine bubbel gaan we het hoofd verbinden. Aan de andere kant maken we opnieuw
een kleine bubbel. Gevolgd door een pinch twist. En dan gaan we naar beneden. Met ongeveer een 5 vingerbubbel. Deze gaan we opnieuw verbinden. En opnieuw gaan we naar boven. En gaan we deze verbinden met de pinch twist hier bovenaan. De rest knip je maar gewoon los, laat de lucht eruit ontsnappen en knoop dicht. En dan heb je dit. Het leek nergens op, ik weet het. Maar dit gaan we naar omhoog brengen. En dan ga je zien dat het wel allemaal gaat goedkomen. Dus wat gaan we nu doen? Nu nemen we onze volgende ballon. We nemen een overschotje van de zwarte ballon. Nee, we nemen een volledige ballon. Excuseer, een volledige zwarte ballon. Blaas deze op. En laat ongeveer 5 tot 6 vingers over. Verbind deze aan de kant waar je arm is. Maak opnieuw 1 zwarte bubbel. Verbind opnieuw met de pinch twist. Dus ik doe dat door de ballon er eventjes door te halen. Rond de pinch twist te brengen. Zo breng ik de ballon weer helemaal naar boven op zijn plaats. Opnieuw een ronde bubbel. En opnieuw rond deze pinch twist. En dan hebben we dit resultaat. En nu gaan we de tweede arm maken, dus opnieuw een boogje, zo, een pinch twist. En nog een pinch twist. De rest van deze ballon hebben we niet meer nodig. Laat de lucht niet ontsnappen, excuseer. We kunnen deze nog gebruiken. Ziezo, dan hebben we dit resultaat. Ik zeg het, het is voor mij de tweede keer dat ik deze figuur maak, dus het is voor mij zelf ook nog een beetje zoeken. We hebben hier nu een grote opening in zijn buik. Hoep, hoep. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hiervoor hebben we dan ons overschotje van een zwarte ballon. En hiervoor maken we een viervingerbubbel. Gevolgd door nog een viervingerbubbel. En deze twisten we goed in elkaar. De rest van deze ballon mag weg. Ziezo. Dit kunnen we nu ook nog verbinden in onze pinch twist. En dat duwen we in zijn buikje.
zodat dit toch allemaal een beetje meer opgevuld is. Of lijkt. En zo begint onze jigsawman toch een klein beetje vorm te krijgen. Ziezo. Nu gaan we het hoofd afwerken. Dus hoe doen we dat? We gaan nu opnieuw een zwarte ballon nemen. Laat hier ongeveer 6 à 7 vingertjes over. Dit gaan we hier in onze ballon knopen. Ziezo, dan duw je alles mooi op zijn plaats zoals je het hebben wil. Dus de ogen en de wangen. Dan maak je een pinch twist. Met je zwarte ballon uiteraard. Dan ga je met je zwarte ballon naar beneden. En leg je deze rond de loops. Rond de nek bedoel ik. Hè? Dan kom je weer naar boven. Je verbindt weer met je pinch twist. En dan ga je weer naar beneden. Dan ga je weer rond je nek. Hopla, kiddie. Ik zie dat er ergens iets niet goed zit. Volgens mij moeten deze er nog eventjes door. Ja, zo. Dat is beter. Ziezo. Voilà. De zwarte ballon knip je los. Laat de lucht eruit ontsnappen. Knoop je overschotje eraf. En nu is je jigsawman bijna helemaal klaar. Enkel nog wat tekenwerk en het strikje. Het strikje gebruiken we een oranje of rode 160 ballon. Als je geen strikje wil, is dit zeker niet verplicht. Blaas dit gewoon een klein stukje op. Dit moet echt niet veel zijn. Maak een kleine loop. Gevolgd door nog een kleine loop van ongeveer dezelfde grootte. En een pinch twist. De rest heb je niet nodig. Dat mag weg. Knoop maar gewoon lekker dicht. En dan heb je maar gewoon je strikje te verbinden in de nek.
als je nog rond de nek kan, uiteraard. En dan is je jigsaw man helemaal klaar. Enkel nog wat tekenwerk. Dus we gaan ook zijn oogjes tekenen. Ik ben natuurlijk geen goede tekenaar. Dit gaan jullie ongetwijfeld veel beter kunnen dan ik. Je rode stift. Dus dit zijn de oogjes die ik heb getekend momenteel. En natuurlijk de spiraaltjes op de wangen. En dan heb je helemaal je jigsaw. Ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. En ik zou zeggen, heel veel oefenen. Als je leuke video's hebt of foto's van jullie leuke jigsaw mannetjes, mag je ze mij altijd doorsturen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan maken. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag lieve ballonvriendjes en vriendinnetjes. Doei.